Oké, voordat deze aflevering begint, het is een klein beetje gefaald met geluid. Dit is echt een pech-aflevering. Het is pech, pech User op pech. Dus het is verschrikkelijk. En nu ook dit er nog weer doorheen. Enjoy de video en sorry voor het geluid. Doe duimpje omhoog. Yo mensen, kom ik hier vandaag zo terug met een nieuwe Minecraft-aflevering. En ik ben erg bedroefd. Ik ben echt serieus bedroefd. Ik was hier lekker dus villetjes aan het breeden. Het ging goed allemaal. Totdat er een zombie spande en alles doodmaakte. Ik dacht van als ik hier gewoon lampjes tussen zet, dan bedekt alles het wel. Maar het blijkt dus als je hier achter zit en je doet al deze deuren dicht, dan kan er een zombie spannen. En dat is dus ook het geval geweest. Dus er is hier een leuke zombie gespand. En deze meneer hier nu staat er alleen nog. En wat dat betekent is dat ik dus gewoon niks meer kan spannen. Je bent bedankt, kerel. Je bent bedankt. Kak! Ik heb dit dus allemaal voor niks gemaakt. Ik had hier dit gemaakt voor die beestjes, zeg maar, om te spannen, zo. Nou moet ik een helemaal nieuwe villetje gaan zoeken. Dat ga ik niet nu doen, dat ga ik wel een andere keer doen. Ook dit nog, serieus. Hier, alles gaat fout met pickaxe. Oh, wacht, ik heb nog een pickaxe. Hallo, nothing on the hand. Shit, dit is kak. Ik had hier al die beesten zitten. Ik had er dit omheen, de deuren en weet ik het allemaal. En de villetjes zijn dus dood. Het zijn zombies geworden. En nou moet ik eigenlijk een zombievilletje gaan vinden en daar een bepaalde soort potion aan geven. Dus we moeten even gaan kijken in de toekomst hoe we die hoe doet hij die deur open en dicht? Dit is een spookhuisje, jongens. Een spookhuis is dit. Ik haal de deur wel weg. Oké, geen zombies mogen hier meer komen. Begrepen? Dit is een spookhuis en I don't like it. Weg ermee. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Doe duimpje natuurlijk omhoog. Welkom bij de aflevering. Ik ben oprecht verdrietig. Kijk, ik heb dus eigenlijk al deze mooie rails hier al gelegd voor niks. En jij denkt van, wat is dit voor een gebouw? Nou, dit heb ik dus gebouwd voor de villagers. Allereerst, dit is de ingang. Ziet er goed uit. Hij zit gewoon verbonden hier al aan ons mooie gebouw. Kijk, als je hier kijkt. Ah, wat prachtig. Ja, ja, hier komen wij vandaan. Ziet er goed uit. We komen hier dus binnen. Bam. En dan zijn we hier zo. En dan doe ik deze deur open. En dan kijk ik zo omheen en denk van, wauw, wow, het ziet er goed uit. Wat de bedoeling was, is dat hier een villetje komt te staan. En dat ik nog een upside down ster of zo hierboven maak. Heb ik nog iets aan mij mee om wat te maken? Nee. En dat ik hier kan traden met alle villagers. Dus eigenlijk wil ik hier een gat even in het dak maken. Dat gewoon in één keer zo eraan komt. Up, hier dat karretje invalt. En dat daar de villager gewoon netjes zo in zit. En dat ik kan traden met ze, weet je wel. En vandaar dat ik dus villagers daar wou maken. En dat is nu eigenlijk echt allemaal gewoon kapot. Nou heb ik daar nog één villager. Dus we zijn niet helemaal alles kwijt. We kunnen nog een villager extra maken. Maar ik baal hiervan, want ik dacht dus dat ik het goed had gedaan. Nou blijkt het gewoon helemaal verkeerd te zijn. En ik denk, ik ga vandaag met jullie de villetjes heen en weer brengen en zo. Dat wordt lachen. No. You cannot do that, zei hij. Je blijft maar lekker hier. Dus we moeten nu kijken of we die villetjes daar nog hebben zitten. Dus we gaan even kijken naar bij dat andere land. En ik ga heel even uitleggen aan jullie nog wat hier de bedoeling van is. Kijk, bijvoorbeeld hier dit moet nog zo afgemaakt worden. Er zijn nog wat tweaks in het huis. Ik weet niet, ik denk dat hier een andere kleur hout wil ik hier soms doorheen brengen of zo. Misschien een keer een balk over zo. Net wat een beetje uitkomt en leuk is. En dit laat ik hier zo doorlopen. Ik denk dat dat wel cool eruit ziet zo. Dus dan zitten die villagers straks gewoon hier zo in zijn hokje. En dan kom ik gewoon langs en dan kan ik met al die villagers traden. Dus eigenlijk de goede villagers die ik heb, wil ik hier in dit hokje gaan stoppen. Dus dat gaat nog even duren voordat ik de villagers daar heb. En dan is dit ons trading house of zo. En dan maken we hier een kistopslag. Of juist onder de grond of een knop indrukken dat er een luik open gaat. Of een trap. Als we dat kunnen maken. En dat we daar dus alle goede tradingspullen kunnen produceren. Jeez. Ha, ja, oké. Nou, daar gaan we weer. Ik moet bijna van grapen. We moeten even naar de overkant gaan. Gewoon even kijken hoe erg de situatie is. Hoeveel villetjes we daar nog levend hebben. Anders moet ik een andere village gaan zoeken en ze daar vandaan gaan plukken. Nee, dat ga ik niet doen. Dan gaan we een potion maken. We hebben een paar blazerots. Dus het zou in theorie mogelijk zijn dat we die potion kunnen maken. Maar we hebben ook een apple nodig. En we hebben een appel. Ik weet alleen niet of we de juiste appel hebben. Anders kunnen we die appel natuurlijk gewoon gaan maken.
En anders moeten we daar een potion naartoe gooien. Een appel geven of zo. En dan... We hebben hem helemaal goed. Wij komen hier vandaan. Ik wil even mijn oude tunnel pakken, gewoon netjes. We moeten gewoon hier al die railsjes weer gaan aanleggen. Het is echt hopeloos. We hebben hier ook trouwens paarden nog. Die kunnen we ook wel een keer tam maken. Dat is wel leuk om nog even een paard te hebben weer thuis. Dat is misschien leuk om te doen. Even kijken. Als het goed is, hadden we hier al een villetje. En we hadden... Yes! This is my man. Daar staat hij. Dus dat is goed. Ik blok hem nog even iets beter af zelfs. Want ik ben bang dat mensen anders, zombies en anders alsnog pakken. Dit is mijn mannetje die ik nodig heb. Ik zie hier alleen zo snel even geen lamp. Dus ik plaats nog even een extra lamp hier binnen. En jij denkt, oh nee, wat doe je nou? Ik plaats er gewoon een rood huisje in. Dan weten we meteen waar die zit. Dus deze villager moeten wij op gaan halen en daarheen gaan brengen. Dat wordt geen pretje dit. Dat wordt zeker geen pretje. Ik ga eens even kijken of ik deze tam kan maken. Hallo! Nee, tuurlijk niet, hè. Dat wil hij niet. Nee. Nee, dat wil hij niet, hè. Nee. Ah, come on, please. Word tam. Ah, dit doet hij niet best. Nou, dan pakken we de boot. Nog beter. Je ziet, onze stad is daar zo. Ik heb er ook nog een muur geplaatst, zoals je ziet. Oké, de boot kan niet meer kapot, hoor ik. Oeh, nice. Dus dat is top. We kunnen overal tegenaan beuken wat we willen. Hoi, koetjes. Hoe gaat het met jullie? Ja, nice. We zijn weer thuis. Dat is beter. Ik baal hier oprecht van. Dit is echt jammer. Ik had echt gehoopt dat het allemaal goed zou gaan en dat we die villager daar zouden hebben. En ik weet nou even niet uit mijn hoofd hoe die potion moet gemaakt worden. Dus dat ga ik even gapend op internet doen. Oei. Heb je wel eens van die momenten dat je echt moe bent? Nou, dat heb ik dus nu weer. Ik sta de hele tijd best wel vroeg. 8:30, 8:30. Sta ik op en allemaal gedoe en zo met de auto gehad. Met de auto van Mandy, die was de accu weer kapot en dat soort dingen. Moeten we weer naar een winkel toe of naar een accu, een autobedrijf. En elke keer als we dat doen, dan sta je vroeg op. En als ik vroeg opsta, dan word ik moe. En ik ga wel om 3 uur slapen, omdat ik dan nog vaak weer bezig ben. Dan op een duur zeg ik gewoon van, oké, nu ben ik echt moe. En toen op een duur, afgelopen 2 dagen, heb ik eigenlijk niks gedaan. Gewoon. Ik was alleen maar moe en ik kon niks meer. Ik heb 1 video opgenomen en dan ben ik alleen maar aan het gapen, weet je wel. Dan is het ook gewoon niet leuk om op te nemen en dan wil het niet meer. Dus ik moet daar even aan werken weer, om op tijd te slapen. Dus wat heb ik gedaan? Ik zet gewoon eerder een serie uit. Kijk gewoon niks meer. Dus 's avonds gewoon niet op je mobiel zetten, niks. Mobiel heb ik weggelegd. Serie uit. En dan val je wel in slaap vroeg. Dus gouden tip voor jullie. Slaap je slecht, doe je mobiel weg. Dat helpt serieus superveel. Nice. Ik doe dit nog even afblokken zo. Dan moeten we alleen hier nog even ster langs maken. Zo, dan weten we dat ook weer. En hier beneden moeten we nog wat maken een keer. Dat is goed. Ik ga even kijken hoe ik de potion kan maken. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Een spider eye hebben we nodig. Oké, we gaan de hart tegenaan. Dat ligt hier. Deze hebben we nodig. We hebben een suiker nodig. En een mushroom. En dat is deze. En een suiker. Nou ja, laat ons nou die ingrediënten gelukkig allemaal hebben. Die moeten wij craften, denk ik. Hoop ik. Daar ga ik vanuit, hoor. Ja, zeker. Nice. Oké, dit is top. Deze moeten we in de potion doen. Heb ik dan nog toevallig hier ook een... Ai. Dit moet niet gebeuren. Een blaze. Ik moet een blaze rod hebben. Nice. Want daar hebben we weer de flaming voor nodig. Dat is blaze powder. Dat doen we erin. Dan hebben we glas nodig voor een bottle. Yes, oké. Dit is gewoon een dikke missie die we hier aan het doen zijn, jongens. Oké, die bottles moeten we even vullen met water. Nou, dat lijkt me ook wel vrij logisch. De blaze powder hebben we nodig om onze ding te maken. Dan maken we een potion. Dan hebben we nog een gunpowder nodig. Om er een splash potion van te maken. En ik denk dat dat alles is wat we nodig hebben. Dus, oké. Ik pak even wat water. Hallo? I need water. Oh. Nice, we hebben nu 3 flesjes met water. We gaan nu naar de potion room. Oké, de potion room is totaal nog niet af. Niet schrikken, mensen. Jullie weten het. Ik heb daar nog niet veel mijn best op gedaan. Ach, gelukkig gooi net die schapen hier niet. Dus we hebben net rust. Oké, dus we doen hier even de potions in. Zo. Laten we er maar meerdere maken. En we hebben een golden apple nodig trouwens nog. Maar die moeten we dan eerst of later geven. Dus we moeten eerst even de potions zien te maken. Dit hebben we nodig. En dit.
Oké, nice. Nou hoop ik dat wij 3 bottles hebben. En dat alles in één keer lukt. Ik hoop dat we het ook uit eentje kunnen doen. Of hebben we niet eens zo heel veel blaze power nodig? We houden wel genoeg energie over, zo te zien. Ja. Ik denk dat je wel 3 flesjes kan maken. Of misschien wel 4. 4 keer 3 kunnen we er maken uit. Sowieso. Oké, ik hoop dat dit erin blijft gewoon. Dat zou top zijn. Oké, nu hebben we een potion of weakness. Dat is heel nice. We hebben de eerste potion gemaakt. Holy moly, dit is echt cool. Het zou wel handig zijn om even hier al gewoon een crafting tabletje te plaatsen ook nog. Zo, nou al die deuren hebben we eigenlijk niet echt nodig op het moment. Zo. Moet ik deze nu nog een keer zo craften? Ja, nee, dit moet dus gewoon weer in dit ding. Dus laten we ze ook gewoon meteen allemaal splash maken, want dan hebben we meerdere kansen. Ik denk dat dat wel zo slim is. Een gunpowder doen we erin. Nou maken we er een potion of weakness voor en dan slash, smash. Smash potion, toch? Ja, ik denk dat ik het goed heb. Oké, dat komt helemaal goed. Let's go, daar gaan we. Oeh, spannend, spannend, spannend. En een golden apple. Oh man, dat is zo duur. Ik ben altijd zo waard, jongens. Oké, nice. Deze hebben we nodig. Deze ook eventjes uit mijn inventory. Zo. Want ik vertrouw het niet echt. Ik denk dat ik ermee gooi namelijk. Deze ook eventjes hier terug. Die kunnen we later nog gebruiken. Ik hoop dat deze hier dit blijft houden. Dat zou top zijn. Dan kunnen we die voorlopig gewoon even gebruiken. Hallo? 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 Yes, en een golden apple. Bij voedsel heb ik wel appeltjes liggen. Yes, top. Hier heb ik goud. Ik heb hier trouwens nog een appel liggen, maar dat... Zou dat een goede... Oh, ik heb nog goede... ik heb nog gewoon gouden appels, joh. Dat is top. Ik heb meerdere appels zelfs. Oké, dus we hebben nu die golden apples. Neem ik die even allemaal mee. Het wol mag even hier blijven. Even een kleine opruiming houden, dat we niet te veel troep bij ons hebben. Dat is misschien slim. Ja, deze mag hier ook zo bij. Rotten flesh doen we hier erbij. En de railsjes hebben we hier erbij. Ik ben heel veel rails kwijt, lijkt wel. Of heb ik nog een rails aangelegd ergens? Zal. Ik denk dat het even verstandig is. Ja, er zijn nu zombies, dus... we gaan gewoon even rondkijken of het liefst aan deze kant of we hier al eentje tegenkomen nu. Als we daar in één keer eentje tegenkomen zou het top zijn. Ik weet alleen niet wat het ritueel is. Ik denk dat ik een zombie vast moet zetten. En dat we hem dan... Dat is een slime. Nee, die hebben we niet nodig. Nee, dat hebben wij niet nodig. Hallo meneer slime. Hoe gaat het ermee? Ik ben op de uitkijk, ja. Ik ben aan het kijken of ik iets kan zien. Hallo. Ik zit te kijken nu, hoor. Ik zie daar een... skeleton. Wauw. Oké. Daar zit een zombie, maar ik denk niet dat dat de juiste zombie is. Dus ik ga even aan de andere kant kijken. Het probleem is dat we eigenlijk... Oh, ziet hij mij nu al vanaf daar? Die gasten zien mij echt van echt een eind ver, zeg. Het probleem is dat we gewoon even nu niet de juiste zombie zien. We moeten natuurlijk wel de juiste zombie vinden. Anders heeft het ook echt totaal geen zin. Ja. Ik pak even mijn bootje. Zo. Hallo. Ik wil eigenlijk niet naar de overkant gaan, want dan heeft het helemaal geen zin meer om dat te doen eigenlijk. Ik kan beter gewoon hier zo... gewoon doorlopen. En als we dat hebben gedaan, dan hopen dat er hier een zit. Achter deze muur. Ik heb hier al een muur geplaatst, zodat het er even ietsjes... ja, iets leuker uitziet, weet je. Ik vind het altijd zo'n lelijke muur daar. Dat is, ik heb ook shit. Ik ga niet tegen hem vechten. Het is daar niet waar ik behoefte aan heb. Oké, zit skelet? Zit hier achter nog wat? Nee, skelet. Waar zit hij? Oh. Nee, we zijn vriendjes. We zijn vriendjes. Hoi! Ik heb het niet met Endermans. Ik word altijd doodgemaakt door. Dus ik heb nu even geen zin om dood te gaan met de spullen die ik heb. Schrokken van dit geluid. Oké, dus we hebben gewoon pech. We moeten eigenlijk gewoon even die spullen bij me houden. Hopen dat ik zo'n beest gewoon een keer random tegenkom. Zoals net zag ik ze. Ik had ze gewoon moeten opsluiten eigenlijk. Was echt dom van me, zeg. Ik had hem gewoon moeten opsluiten. Dan had ik hem. Oh, nog een Enderman daar. Top. Leuk dat hier al die enemies opeens toevallig zitten. Oké, laten we hier nog één keer kijken. Er zit nog steeds een creeper. 2 skeletons. Spider. Aha. We hebben geluk. We hebben jackpot.
We hebben jackpot. Hij gaat mij volgen nu. Kom maar. We hebben jackpot, jongens. Yes! Oh man, ik wist niet dat dit allemaal zo goed ging lopen. Ja, kom maar, zombie. Je kunt zwemmen, hè. Laten we hem even in dit huis gaan. Zo. Ja, kom maar binnen. Waar is hij nou? Hier, daar zit hij in de vines. Kom. Ik moet hem doodmaken. Ik moet alleen die andere hebben. Dit is echt kak. Ik hoop dat die ene nou net wat sneller is. Ik zal hem wat vertragen. Oké, okay, top. Die heeft vertraging opgelopen. Kom maar mee, jongen. I need you. You are my friend. Oh, shit, het wordt ook nog eens donker. Kan ik hem met mijn helm gooien? Kom maar, als je hierheen komt, dan pak je mijn helm op. Ja, oké, okay, nice. Dan verbrandt hij niet. Dat is wat we nodig hebben. Oh shit, oh shit, oh shit. Hé, ja, kom maar binnen. Oké, okay, dan ga ik even snel omlopen. Kak. Oké, okay, nice. Oh! Oh, nee, nee, nee. Oeh. Ah, damn, dat was heet, Hiro. Oké, okay, dit gaat allemaal net goed. Oké, okay, ik hoop dat hij nog binnen zit daar. Man, ik heb dit dus allemaal nog nooit gedaan. Hè. Dit is helemaal nieuw voor mij ook. Dit is echt kak. Ja, misschien hebben jullie het al wel gedaan, maar ik dus nog niet. Hi, my friend. Ik moet hem splashen naar weakness en dan de golden apple geven. Ik weet het dus niet zeker. Laat me heel gauw even kijken. Ik wil dit zeker weten. Als ik dit fout doe, dan verpest ik het. Dus, oké, okay, let's go. Oké. Ik denk dat ik weet hoe het werkt. Ik pak gewoon een splash potion. Hij moet naar mij gaan kijken. Ik wil hem eigenlijk in het hoekje verdrijven. Nice. En nu dit. Abracadabra. Please, word a villager. Oké? Okay? Mijn hele plan gaat aan diggelen als dit niet gebeuren gaat. Come on, tell me. Tell me it works. Tell me it works. Oké? Okay? Come on. It's the only thing I need. Alright? Alright? Come on. Come on, I need this. Yes, you're my friend. I need you. You need to be my friendly villager. Ja, kom maar. Kom maar bij papa. Ja, jij kan dit. Ja, goed zo. Je bent... Ah, oh man, je bent een zombie, maar je hoort geen zombie te zijn. Nee. En die helm is van mij. Ik hoop niet dat ik die nu kwijtraak. Oké, ik ga even ondertussen een biefstuk eten. Oké, je bent mijn broer. Je weet het, hè. Je bent mijn broer. Peace out. Brothers in love. Brothers in arms, yo. Yo, bruh. Jij bent die gast, die villager die bij mij ontsnapt is, man. Come on. We need you back, bruh. Oh man, dit duurt langer dan ik dacht. Dit is nog spannend ook. Kom op, je kunt het. Ja, kom op, je kan het. Ja, kom op, je bent mijn grootste, allergrootste frikandel. Ja, kom op, we need you, bro. We need you, bro. Come on. Kom op. Ah, kom op. Oké, dit duurde eventjes. Stond ook op internet, het duurt even. Ik heb het inderdaad ook vaker gezien bij andere mensen. Dit duurt altijd eventjes. Kan een minuutje duren. We hebben geduld. We nemen de tijd. We willen dit natuurlijk hebben als iets perfects. Oh, perfect. Perfect. Ja? Hij trilt nog steeds. Hij zal elk moment gewoon een villager moeten worden. Of zou die helm niet mogen? Ah nee, ik hoop echt niet dat het geval is, jongen. Dan ben ik echt screwed. Als dat zo is. Of ik krijg een villager met een gouden helm. Dat zou helemaal cool zijn. Mijn gouden helm. Ja? Je hebt het hier wel over mijn gouden helm. Oh man, we moeten plannen gaan verzinnen. We hebben dus nu deze. Ik ga ervan uit dat dit een villager wordt. En we gaan gewoon doorbouwen. Kerel, loop me niet heet volgen. En word gewoon een villager. We moeten hier dus iets anders verzinnen. Ik moet de deuren eronder bouwen of zo, een huis eronder. In ieder geval dat deze gasten denken van, hey, wij kunnen mensen maken. Want wat ik toen de vorige keer had gedaan, dat werkte niet echt. Dus we laten deze mensen hier lopen zo meteen. Dicht hokje, ik pak even nieuw glas. Of nou, dit kan ik wel zo houden. Er staan hier al lampjes genoeg, volgens mij zo. Zo, ik heb dit echt zo goed belicht, jongen. Dit kan, hier kan geen zombie meer spannen. Als hier nog een zombie spant, dan weet ik het ook niet meer. Alleen, come on! Duurt het echt zo lang? Ik dacht serieus dat dit iets korter duurde. Nou, ik zie nog steeds die rode cirkels om me heen. En dat betekent dat hij bezig is met dat veranderen. Oh man, ik eet bijna zelf een appel op. Zoveel zin in heb ik erin.
Oké, maar we kunnen nog meer dus veranderen erin, dus dat is wel lekker. Hello, Mr. Zambi, how you doing? Kom op, we hebben je nodig, oké? Denk aan onze business die we moeten gaan laten lopen. We have a great business to do, and you are my friend, you are need to help us, oké? Zo, ik had het echt niet verwacht dat het zo lang duurde, ik dacht, het is zo klaar. Maar goed, laten we hem maar eventjes hier zo zitten. Ja, ik ben bang dat hij despant als ik wegloop, weet je wel. Dan ben ik helemaal de shaak, want dan heb ik niks. Dan heb ik een gouden appel weggegooid in een potion. En dan zit ik echt zo van... Help! Yes! Oh, yes! Oké, nice. Ik zat op mijn mobiel een beetje te wachten. Oké, het duurt dus 5 minuten. Maar dat geeft niet, we hebben een villager. Welkom, meneer villager. Ik ben blij dat je er bent. Oh, voor leather. Oké, en daar kunnen we weer leather voor krijgen. Thanks. Bro, echt, 10 leather, daar kan ik een leather pants van maken. Dus ik moet 20 leather betalen voor een emerald. En dan kan ik 2 emeralds geven. En dan kan ik een broek krijgen. Bedankt. Zo handig was ik nog niet. Frikandel. Ja, ik geef jou de vrijheid om hier te lopen. Hallo. Bam. Zo. Hoppatee. Ja. Ik praat gewoon nu de hele tijd zo, omdat het toch anders niet goed komt. En... Oh nee, wacht. You gotta be kidding me, mensen. Echt waar. You gotta be kidding me. Echt. Word ik hier nou helemaal gek of wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ik zit hier ook net nog met een villager en de villager is gewoon weg nu. Ik zie hem niet meer. De villager is gone. Jullie zagen dit net ook. Ik had hem hier ingestopt in dat gat. Hoe kan die weg zijn? Waar gaat dit spel over? Kan ik alleen maar janky en verdrietig worden door jullie of zo? Zombies. Hè? Moet dit nou altijd? Wat heb ik hier aan gedaan om dit te krijgen zo? Ik doe mijn best hier om die gasten een leuk leven te laten krijgen. En wat krijg ik ervoor terug? Een zombie die weg is. Gewoon geglitst. My life sucks. Echt, my life sucks zo hard. Dit is waar ik van baal. Het kon no way zijn dat de beest dood is gegaan. Ik zet hem gewoon in een 1x1 hokje. Ik hoorde hem goed gaan. Ik hoorde de deur nog losgaan. Toen heb ik de deuren weggehaald voor hem. Zou die onzichtbaar zijn geweest? Dat hij dus nog gewoon binnenliep en de deur opende. Nee, ik had hem daar duidelijk in gedaan. Maar ja, ik heb een probleem. Zoals mensen nog niet weten... Haha! Ik heb hem expres op slot gedaan. Dus ook glitches en shit. We hebben gewoon pech. Als ons beest weg is, is die weg. Dus ik zou een keer een rails moeten gaan aanleggen. En daarheen brengen. Want ik kan gewoon niet zeggen van ik span hem erin. Maar als we daar gaan beginnen, vind ik het eigenlijk ook niet leuk. De game is survival. Alhoewel heb ik wel zoiets van, joh, als de game mijn gast wegspant, waarom mag ik hem dan niet terugspannen? Maar goed, daar hebben we dus gewoon de mogelijkheid niet voor nu. Dus ik baal nogal als een kaarde gorilla nu. Want ik ben echt serieus teleurgesteld. Ik had wel een beetje verwacht van, dit gaat wel goed komen. Maar no, it didn't. It's totally gone now. En die kakvent heeft weer gras hier lopen halen. Dat ga je niet meer doen, meneer Renderman. Shit, oké. Dus ik moet nog een keer op zoek gaan naar een nieuwe zombie. Misschien een nieuwe zombie villager. Hopen dat ik die mee kan nemen. Ik ga daar vast eens even op voorbereiden. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. Ik hoopte in ieder geval dat we hier naartoe hadden kunnen werken met z'n allen. En dat we daarna gewoon leuk... Ja... Een zombie villager hadden, maar of ja, een villager. Maar nu hebben we dus nog steeds geen villager. En als het goed is hebben we hier wel een villager. Daar kunnen we naar kijken. Nice. We houden deze goed in de gaten. Hier kan ik spannen. Er staan zoveel toortjes. Dit moet goed gaan. Nou wil ik de volgende gewoon hier ergens hebben. En ik snap nog steeds niet hoe kan dit bij het gast weg zijn. Ik weet niet. Laten jullie maar weten als jullie weten, als je denkt dat je weet hoe die weg is gegaan. Ik paal als een dikke stekker eigenlijk.
Ik heb hier twee villages naartoe gebracht en ze zijn allebei gone, dood. Kijk, dat die zombies daar spanden, dat snap ik nog wel. Dat is mogelijk, zullen we maar zeggen, in theorie. Maar dat gewoon, dat we niks meer hebben nu opeens, dat vind ik een beetje lullig eigenlijk. Maar goed, ik ga wel weer een keer een nieuwe zombie opzoeken en Hero in dit huis leiden. Daarom bereid ik dit alvast even voor. Dus weet je wel, dan kan ik gewoon hier hem erin leiden, muur bouwen. Zo. Dit is top en dan hebben we dit goed voor elkaar zo. Dus dat is awesome. Dus dat hebben we mooi gedaan en hoi Mandy. Dit was het weer voor vandaag. Dus als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Yo.